Het is vandaag zondag en ik ben net al klaargemaakt, want ik moet zo meteen snel de deur uit, omdat ik een surprise baby shower heb van mijn schoonzus. En zij weet helemaal van niks. Ze denkt dat we nu naar een nagelsalon in Amsterdam gaan en ik zal haar ophalen. Een heel leuk dagje met z'n tweeën. Maar nee, het is een surprise baby shower. Dus ik ga je straks meer vertellen. Jullie gaan ook zien wat er allemaal gaat gebeuren en zo. Maar ik moet nu snel eerst mijn schoonmoeder ophalen en dan afzetten bij mijn schoonzus, bij mijn andere schoonzus. En dan ga ik mijn schoonzus zelf ophalen en dan gaan we zogenaamd dus naar Amsterdam. En het wordt echt heel erg leuk, want ze heeft echt geen idee wat er allemaal gaat gebeuren en zo. Maar ik ga jullie straks alles laten zien. Dus ik ga nu snel weg en dan zien jullie mij straks weer. Ik zit nu in de auto en ik ga nu dus Jennifer ophalen. Dat is mijn schoonzus, waarvoor de baby shower is georganiseerd. En zij heeft geen flauw idee. Ze denkt dus echt gewoon dat we nu naar de pedicure gaan en zo. En dat onze voetjes lekker gedaan worden. Maar dat is dus niet zo. Het is trouwens wel echt vet vies weer buiten. Het regent nu en het waait keihard en zo. Maar goed, we gaan er toch een leuke dag van maken. Want het is toch gewoon binnen. Ik ga dus nu naar haar toe en dan belt de schoonzus van mij, belt mij op. En die zegt dan tegen mij dat ik eventjes langs moet komen om een telefoon te maken die het niet doet. En dan gaan we dus gelijk zogenaamd door naar Amsterdam. Maar goed, ja, het is wel heel erg spannend. Iedereen is heel erg zenuwachtig omdat we natuurlijk niet weten of ze het dan wel of niet door zal hebben. En of ze dan tegen mij gaat zeggen van heb ik een baby shower of zo. En dat ik dan niet weet wat ik moet zeggen. Dus het is voor mij heel erg lastig, want straks zit ze dus gewoon naast me. En dan moet ik gewoon een beetje acteren. Maar goed, dat gaat me wel lukken denk ik. En ik ga gewoon proberen een beetje in die rol te blijven. Dat we dus naar Amsterdam gaan en ja, ik zie wel hoe het uitpakt. In ieder geval hoop ik dat ze er niet achter komt. En dan is het gewoon daar thuis. Dus bij mijn andere schoonzus thuis is het gewoon super. En dan kan ze iedereen zien die daar staat. Ik denk dat er ongeveer 30 man zullen zijn. Dus dat is wel leuk om, ja, om dan iedereen in één keer te zien die dan voor je staan. Dus voor haar is het echt... ja, het gaat echt leuk worden. Ik heb er echt heel veel zin in. Maar goed, ik ga nu dus snel Jennifer ophalen. En dan zien jullie haar dus straks tijdens de baby shower. Het duurt 5 minuten, hè? Hoeveel? Het is iets van 5 minuten. Oh, denk ik. Nee, ja. Hoe heet je ook alweer? Shireen. En jullie kennen haar denk ik wel, hè? Tenminste de meisjes die nu mijn vlog kijken. En dit is Sisi. Wat heb je Sisi daarin? Prik? Lekkere dingetjes. Oh, die is ook schattig. Oh. Die is alles al. Wat schaam je? Het verbaast me meestal iedereen rompertje. Ja. Echt heel leuk. Ja. Ik ben aan het filmen. Kijk, wat is het? Rompertjes. Oh, lekker zo'n luchtje. Ja, zo'n wax melt, weet je wel. Je moet je even laten smelten. Een geurtje. Het is wel leuk. Gewoon lekker. Want ga ik thuis verruiken. En de kleertjes.
rompen. Ja, het viel me op dat bijna niemand rompertjes heeft. Ik dacht iedereen komt met rompertjes. Heel leuk. Echt. Ja, ze had een schrik gemaakt met dekentjes. Ja, inderdaad, zoveel dekentjes. Ik ben een tijdje thuis en ik zit nu achter de computer wat dingetjes te bewerken voor morgen en zo. En dan ga ik gewoon een beetje vroeg mijn bed in, want ik ben echt super moe. Het was echt een hele geslaagde baby shower, zoals jullie konden zien. Het was ontzettend mooi versierd en er waren lekkere hapjes en zo. En iedereen had gewoon goed zijn best gedaan om iets moois ervan te maken. Want iedereen had dan zelf weer wat hapjes meegenomen. En mijn schoonzus zelf, dus niet degene die zwanger is, maar de zus daarvan, die had ook hele mooie dingen klaargemaakt samen met haar dochters. En het zag er gewoon ontzettend mooi uit. En ja, het was gewoon echt goed geslaagd allemaal. Dus daar ben ik wel blij om dat Jennifer het ook gewoon leuk had. Dat is natuurlijk het belangrijkste, want voor haar was het natuurlijk een grote verrassing. Ik ga nu lekker eventjes dit afmaken op de computer. En dan ga ik straks mijn make-up eraf halen, een theetje drinken en dan een beetje op tijd mijn bed in. Het is inmiddels 11 uur en ik heb net mijn gezicht gereinigd. En nu is het tijd om heerlijk te gaan slapen. Dwayne komt straks ook naar bed toe, maar ik ga alvast lekker liggen, want ik ben echt heel erg moe. En hij had nog wel wat energie over, dacht ik. Dus ik plof lekker in bed. Ah, heerlijk. En ik zie jullie weer in mijn volgende vlog. Bedankt voor het kijken. Doeg! Goedemorgen, het is vandaag zaterdag en ik zit nu in de auto naar Amsterdam. Ik heb een afspraak bij Universal Nails. Had ik in mijn vorige vlog al verteld en ik had het ook al laten zien hoe ze eruit zien op dit moment. Het is echt heel erg, maar goed, ik ga er nu eindelijk een keertje weer naartoe, na 3 of 4 weken of zo. En ik heb het zo lang voor mezelf uitgesteld dat het nu gewoon echt tijd is om het weer eventjes te laten fixen.